Zo moet dat daar in kunnen. Ja, ja, het zal wel. Stef, heb jij de die kant vast? Ik. Doos. Op een laatste. Je breekt echt in. Dat is een evenement, eenmalig denk ik. Ja, ja. Wij zoeken dat zelf maar, ja. Ik heb... Ik net van de rechter was. Hier gaat het. Daar heeft ook een heel lange tijd een heel collectie gestaan en dat was wel met wat het verhaal is, om die droog vast te zetten. Ja. Ja, ik heb zo'n tijd gezet. Ja. Ja.
prima. Dan moet ik een keer bij rechts kassen. Oh, ik was hier in mijn trap. Wordt het geel bij echt Arduin, in een steen van Ecosine bijvoorbeeld, wordt dat eerder grijs of grijs-groen? Ja. Lang is het niet. Ja, ik zou graag hebben dat hij die lat zo licht met de voorkant en dat hij iets dieper ligt zou zijn. Ja, dat die dingen wel niet meer achter brengen. Ja, dat was. Lavamini, Mundi, Estote. Ja. Want er is een discussie geweest over hoe dat er moest gedraaid zijn. Hè? Over waar dat de tekst moest beginnen. Ja, ja. Ogen genoeg? Ja, ogen genoeg. Dat is juist mikker, hè? Ik zie niks, hè? Nou, buur even helpen. Moet je naar zijn kant? Ja, nu terug. Terug naar de Luc. Dat zou het ongeveer moeten zijn, denk ik. Dat gewoon eerst zo, hè? Ik is die. Moet hem gerust even, douwt hem er eens even in, als je wilt. Ja, ik denk dat hij mijn hoofd zit. Ja. Thank you.
opstond en het doopwater en het uitkijken naar hernieuwd leven, dat afsluit het gebed. Dankbaar zijn wij om ons eigen doopsel, waardoor we kind werden van God en deel kregen aan de familie van de kerk. Kerkfabriek Sint Martinus heet ik u allen van harte welkom. Een bijzonder welkom aan Dirk Gerings schepen en aan Wim Jordes ontslagnemend schepen en zijn opvolger Janis Leijers. Onze burgemeester Sanne van Looy heeft zich verontschuldigd. Wij hebben jullie hier in onze parochiezaal uitgenodigd om de restauratie van onze Sint Martinuskerk te vieren. En ik ben samen met de leden van de kerkfabriek en het gemeentebestuur echt fier op het resultaat. Vorig jaar konden we reeds het gerestaureerde kruis met bol en haan terugplaatsen op de volledig vernieuwde toren. En nu in de zomer werd de buitenrestauratie verder beëindigd. Het resultaat mag zeker gezien worden. Onze kerk is terug een monument waar we als voorbijganger en als kerkbezoeker naar opkijken. Van deze gelegenheid wil ik graag gebruik maken om een woord van dank uit te spreken aan het gemeentebestuur, als opdrachtgever en financier voor de geleverde inspanningen en de transparante en gedreven samenwerking. Een speciaal woord van dank aan Wim Jordes en aan Philip Schoenmakers, die namens de gemeente wekelijks de werf hebben opgevolgd. Een welgemeend dankjewel ook voor Thierry van der Straten-Waye, die namens de kerkfabriek deze opvolging voor zijn rekening nam. Ook dank aan de aannemer van Looy uit Herselt, hier vertegenwoordigd door haar directeur Rudy Peters en door de werfleider Koen van Damme, en aan het architectenbureau AAB uit Hoogstraten, voor wie Charlene van Erk present tekent. Wat staat er nu nog verder op de planning voor onze kerk? De gemeente, als eigenaar, zal bij de overheid nog een dossier indienen om de glasramen te herstellen. En de kerkfabriek, als gebruiker, zal nadien nog overgaan tot gehele of gedeeltelijke schildering van de binnenkant van de kerk. Tot hiertoe het dossier van de restauratie. Maar wij zijn vandaag niet alleen bijeengekomen om de restauratie van onze kerk te vieren. Wij zijn ook uitermate fier dat de oorspronkelijke doopvont, daterend uit de 15e eeuw, terug op haar oude en oorspronkelijke plaats staat. Het is dankzij de opmerkzame geest van onze dorpsgenoot Pierre Meulepas dat we erop gewezen werd dat deze doopvont iets of wat lag te verkommeren in de magazijnen van de stad Antwerpen. Ik bespaar u de ganse voorgeschiedenis, maar na de Franse Revolutie is de doopvont uit onze kerk verdwenen en nadien terechtgekomen en bewaard in diverse magazijnen van de stad Antwerpen. Wij zijn dan ook de stad Antwerpen en het MAS, hier vertegenwoordigd door Vera de Boek, zeer dankbaar dat ze ons de gelegenheid geboden hebben om de doopvont terug naar Westmalle te brengen. En de firma Rijmakers Rossen uit Essen en haar zaakvoerder Luc Rossen hebben dan ingestaan voor het transport, de restauratie en het terugplaatsen van de doopvont. Luc, merci voor je accurate en professionele aanpak. Nog een klein woord van dank tenslotte aan de aanwezige pers, mevrouw Christine Matthijssen, Stanley Corwijn en uiteraard ook aan Marcel van Ginkel, die van bij de start van de restauratie van de kerk tot bij de plaatsing van de doopvont deze mooie filmreportage gemaakt heeft. Proficiat hiervoor. Ik nodig u nu allen uit om samen te genieten van een hapje en een drankje
Nogmaals, van harte bedankt voor jullie komst. En geniet nog van jullie en ons samen zijn. Gezondheid. Dank u. Hoe is die eerste hier komen aan de prijs?